aantal meer verplichten, maar al 70% dat we niet aankomt, willen we hard worden. En dat bestaat in ons. Is dat zeker wat ik die plaats van de elementen op die afleiding van de luchtmaatjes slecht. Kunnen we nu overvolgen de vier F-16's van de luchtmaatjes Twente, die het F-16-element van het luchtmaatjes. Want zou je met je hele kleine rubberbootje die onmetelijke grote zee liggen, dan kan ik u verzekeren, dan ben je minder dan een speld in een hooiberg. Het is vreselijk moeilijk om iemand zomaar terug te vinden op het zicht. Gelukkig hebben mensen die in zee liggen met zo'n rubberbootje ook wel een radio bij zich. En de helikopter heeft apparatuur aan boord om zich naar die radio toe te peilen. Eenmaal gevonden zit je dus op rozen. Dan is het de bedoeling dat er een redding gebaart daar. Laat mij maar naar beneden. Hij gaat dan naar de te redden figuur toe. En kan, en dat is het voordeel van deze helikopter, samen met die drenkeling of slachtoffer, hoe je het verder ook zou noemen, omhoog gehezen wordt het vriendelijk bezoek om de helikopter in te zetten over een kilometer in de hart. Maar er is een stoornis met een probleem ergens, in ieder geval iets acuuts, naar het vasteland te brengen en naar een ziekenhuis in Groningen om mee waar het onmiddellijk te vervoeren. Wat gebeurt er? Een Russen uit een bij Ameland gestrand schip heeft gehaald. Die hebben ze echt uit de mast op moeten plukken. In vliegend weer. Op dat moment hing er eigenlijk meer water boven de zee dan erin lag, maar ze hebben het voor elkaar weten te krijgen. In totaal hebben de mannen met alouettes en deze F4-kammer geholpen. Allee.
Thank you.
staan. En wat heeft spel gepast en onregelmatig is naar dit opmerking. Onregelmatigheid is daar van heeft spel de onmiddellijk verduidelijk. Dus het is voor de geval. Dus hebben we dan onmiddellijk gevolgd naar de zee. De bommenruim van de Nimrod is aanzienlijk. Er kan ook het nodige mee worden genomen van de wapening. En dat is ook meteen die extra verdieping die aan de combat werd toegevoegd. Allerlei apparatuur en wapens voor de antizandrijfbouwbestrijding mee te nemen. Nimrod wordt ook gebruikt in patrouillevliegtuigen, maar acht ons patrouillevliegtuigen en van andere bedrijfpatrouillen. Thank you.
1995, proper. Yet to you, the French, Tricolore, Italian Air Force, aerobatic team. Follow only one aircraft. Don't lose it because it's all right.